De energieprijzen zijn momenteel historisch hoog. Veel consumenten moesten de afgelopen maanden al veel meer betalen voor elektra en gas. Of doen dit sinds 1 januari, omdat de prijzen van veel variabele energiecontracten dan zijn verhoogd. Consumenten die zijn aangesloten op het warmtenet kunnen niet zelf kiezen bij welk warmtebedrijf zij warmte afnemen. Dus krijgen te maken met enorme tariefsverhogingen. Reden voor Henk Richelt, raadslid van gemeente Belangen Ede, om raadsvragen te stellen. De energietarieven zijn enorm gestegen. Dat weten we denk ik allemaal wel. De gasprijzen staan momenteel op een historische hoogte. Nou, dat betekent dat de consument meer moet gaan betalen voor zijn energierekening. En dan denk je van nou, er zijn ook nog een 20.000 aansluitpunten op het warmtenet. Die zullen wel gespaard blijven hierbij. Maar dat is niet zo, want de energietarieven van het warmtenet, van de biomassacentrale, die zijn gekoppeld aan de gasprijs. Dus dat betekent dat de ACM is de Autoriteit Consumentenmarkt, die hebben een maximale verhoging voor de warmtebedrijven gesteld van 67%. En dat betekent natuurlijk nogal wat voor als je aangesloten bent op het warmtenet en denkt dat je gespaard blijft omdat je niet op het gas zit. Heeft u Edenaren gesproken die verontrust zijn? Nou, er zijn inderdaad een aantal Edenaren verontrust. En die zijn ook een beetje, die denken ook bij zichzelf van hoe kan dat nou? Ik heb geen gas. En moet ik daarom toch een verhoging gaan betalen? Maar goed, dat is geregeld in de warmtewet. Dus de warmtecentrale kan een verhoging gaan toepassen met een maximum van 67%. En daar hebben wij onze bedenkingen bij. En vandaar dat wij een aantal vragen gesteld hebben aan het college. Wat wilt u van het college weten? Nou, we willen allereerst natuurlijk van het college weten of zij contact hebben gezocht met het warmtebedrijf. En als ze dat gedaan hebben, wat is daar het resultaat van? En ten tweede, de ACM schrijft in hun rapport dat de verhoging mag plaatsvinden, maar dat het niet ten koste mag gaan van de winst. Dus de winst mag niet verhoogd worden bij het warmtebedrijf. Nou, hoe controleer je dat? Gaat de gemeente dat controleren of controleert iemand anders dat? Dat is onder andere de vraag die wij gesteld hebben aan het college. We willen eigenlijk helderheid hebben van het college, want het warmtebedrijf is eigenlijk toch een beetje een monopoliepositie, een beetje een marsbedrijf. Dus wij willen graag weten of wij daar inzage in kunnen krijgen als er een verhoging komt, hoe die in elkaar steekt. Wilt u eigenlijk ook niet weten of het college iets kan doen aan die tariefsverhoging? Jazeker, dat is ook de vraag die wij gesteld hebben. Het college moest zich eigenlijk inzetten om die tariefsverhoging natuurlijk zo laag mogelijk te houden. Want eigenlijk een eenvoudig rekensommetje, als de kosten hetzelfde blijven en de tarieven gaan omhoog, gaat ook de winst omhoog. En dat mag niet. Dus wij willen graag transparant zien waar dan die kosten omhoog gaan als er een tariefsverhoging komt. Verwacht u ook actie van het college? Nou, de samenwerking volgens mij met het warmtebedrijf is goed. Dus ik neem aan dat in ieder geval het college contact zoeken met het warmtebedrijf. En dat wij in ieder geval te horen krijgen van wat daarvan de resultaten zijn. En als het contact goed is, dan ga ik ervan uit dat het wel goed komt.